Dames en heren, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Achterklap. Het Constitutioneel Hof heeft het verzoekschrift over het onverbindend verklaren van de kiesregeling van advocaat Serena Munslag SZ in behandeling genomen. De politieke organisatie DA91 onder voorzitterschap van Angelique Del Castillo geeft aan dat haar organisatie dat al sinds 1991 vraagt. Toen hebben de oude politieke partijen dwars gelegen. We spraken met haar hierover, als ook over haar opvatting over de nationale dialoog die de president tot stand wil brengen. Dames en heren, wat actueel is in ons land, is de datum van een mogelijke uitspraak door het Constitutioneel Hof, waarbij zij een uitspraak zullen doen op 5 augustus over ons kiesstelsel. Door burgers, onder andere mevrouw advocaat Serena Munslag Esset, is daar een verzoek toe ingediend om het kiesstelsel van ons onverbindend te verklaren, dan wel het onverbindend verklaren van de kiesregeling. Maar we praten vandaag met Angelique Del Castillo en een van de redenen waarom, omdat DA91 voornamelijk onder haar leiding, by the way, ze is voorzitter van deze partij, reeds jaren aan de weg timmert om het kiesstelsel te doen wijzigen. Mevrouw Del Castillo, welkom en bedankt dat u weer uw tijd neemt om met mij te praten. DA91 timmert al jaren aan de weg om het te veranderen. Waarom en hoe lang geleden zijn jullie al bezig hiermee? Ja, Farid, het is heel goed nieuws te horen dat het Constitutioneel Hof dicht bij een uitspraak is. Want wij zijn er vanaf 1991 mee bezig. In feite, vanaf de oprichting van de DA91 was het een van de kernzaken die we gewijzigd wilden. Omdat we altijd hebben gezegd, we moeten gaan voor gelijkheid in die samenleving. Dat betekent ook, wanneer je naar de stembus gaat, dat je stem een gelijke waarde moet hebben, waar je ook woont, wie je ook bent. En op die manier krijg je een samenleving waar iedereen zich evenveel gerespecteerd wordt en waar je daadwerkelijk in het parlement een vertegenwoordiging krijgt die uitvoering geeft aan de ideeën die daadwerkelijk landelijk in gelijke mate aanwezig zijn. Dat is waar het naartoe moest gaan. En dat is pas wanneer je echte democratie hebt. Want wat we hebben gezien door de jaren heen is dat je een vervorming krijgt van wat men noemt de volkswil. Want een deel van die samenleving, een klein deel van die samenleving, heeft een veel groter effect op hoe mensen in het parlement komen. Hun stemmen wegen 3-4 keer zwaarder dan mensen die elders wonen. En dat brengt ongelijkheid, niet alleen in het gevoel, in de samenleving, maar ook in de representatie. Want dan komen de wensen en zeg maar behoeftes van een klein deel van die samenleving worden overmatig teruggevonden in de DNA ten opzichte van de andere mensen in onze samenleving. En dat is niet eerlijk. Ja. Maar ik moet wel aantekenen dat toen we daarmee bezig waren, er waren veel Surinamers reeds die dat begrepen en dat ook wilden. Maar de traditionele politiek, die vandaag de dag ook nog traditionele politiek genoemd wordt, oude politiek, die waren er toen tegen, omdat het in hun voordeel werkte. En dat is precies waar wij ook de laatste keer onder de commissie Weidenbos ook weer naar hebben gerefereerd. Dat we een kiesstelsel moeten hebben dat in het belang is van die totale samenleving. En niet op basis van een kortstondig belang van een enkele politieke partij. Ja, maar we hebben gezien in het verleden, vooral in 1991, rondom die periode, dat de VHP en de NPS, die toen ook de verkiezingen hadden gewonnen en een regering hebben geformeerd, valikant ertegen waren. Omdat de NPS in het verleden heer en meester was over het binnenland. Dus ze hadden geen boodschap eraan om te zeggen, ik wil het wijzigen. Waarom zou iemand iets willen wijzigen als ze voordeel aan hebben? Want we hebben nu ook al in dit verband gehoord dat de voorzitter van de ABOP, die nu toevallig de vicepresident is van Suriname, zegt dat mocht er eventueel een uitspraak komen dat niet goed ligt, hij dan ook mensen op straat zal brengen tegen deze uitspraak. Kan je hem ongelijk geven? Ja. In vergelijking met de periode. Niet dat hij mensen op straat moet brengen, niet moet brengen, want ik juich dat niet toe. Maar kan je hem als voorzitter zeggen van, hey, ik ga mezelf op benadelen, want de NPS heeft dat nooit gewild, ook in het verleden, toch? Dat is waar. Dat is waar. Kijk, als je zuiver en partijpolitiek belang bekijkt, dan zeg je van, ja,
de ABOP nu heeft de positie van de NPS toen. Ze willen de verandering niet, want het wordt moeilijker voor hun om datzelfde aantal te halen. En het zal ze forceren om niet slechts op basis van etniciteit campagne te voeren, maar op basis van programmapunten. En dat is wat gezond is voor die totale samenleving, het laatste. Maar jammer genoeg dreigen we andermaal slachtoffer te worden van enge partijpolitieke belangen. Maar het is ook daarom, Farid, dat wij zeggen, dit besluit moet niet worden overgelaten aan slechts de fracties in het parlement. Men moet de totale samenleving een uitspraak laten doen. Men moet een referendum houden, omdat het een besluit is dat ieder van ons individueel raakt en consequenties voor ieder van ons heeft. En dan forceert de partijen, dan mag ook even hard gaan de mensen die eventueel de ABOP op straat zou brengen om tegen de wijziging te demonstreren. Diezelfde mensen mogen ook een uitspraak doen in het referendum. Toch? En als ze overtuigd zijn dat het niet goed is, dan moeten ze dat op die wijze stemmen in het referendum. Ja. Dus wij zeggen, laten we eerlijk zijn en voor die totale samenleving gaan. Ook voor de toekomst. Want op een dag is het ook niet meer goed voor de ABOP. En wat dan? Ja, we praten vaak genoeg over referendum. We hebben maar één keer een referendum gehad in ons land na de onafhankelijkheid. Zelf voor de onafhankelijkheid hebben we niet eens een referendum gehouden. Ja, we kennen die geschiedenis ook al. Maar we hebben één keer een referendum gehouden, is na de postmilitaire periode. Toen het front, weliswaar geen nieuw front, het front heeft gezegd tegen deze samenleving, stem voor de grondwet, toen was er wel een referendum. Wij hebben geen traditie van referendums. Waarom willen we steeds een referendum houden? Want dat is in principe niks anders dan een kleine verkiezing. Ja, omdat het in dit geval het beste is. Een referendum moet ook niet horen tot de reguliere zaken. Een referendum is niet iets dat je gewoon elke dag doet. En een idee, toch voor elk besluit. Maar je doet het voor besluiten die de samenleving, niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst, heel veel voor de samenleving gaan bepalen en grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Vandaar dat we het ook in onze grondwet hebben. En toen we het hadden gedaan in het postmilitaire periode was voor de grondwet, voor de aanname van de grondwet. Nu moeten we ons kiesstelsel wijzigen. Het is gewoon, iedereen praat over het kiesstelsel en hoe het aan de basis ligt van welke richting onze ontwikkeling als samenleving opgaat. Het is echt aan de basis daarvan. Hoe democratisch als die democratie verder verdiept of als het gaat vervlakken. Toch? Dat is allemaal aan de basis van wijziging van het kiesstelsel. Dus vandaar dat wij zeggen, laat het niet over aan de mensen in het parlement slechts. Geef die samenleving de mogelijkheid om zichzelf uit te spreken over zo'n groot en belangrijk besluit. Okay. We weten nu dat Ronnie Brunswijk de voorzitter is van de ABOP. Hij is vicepresident. We weten ook dat Marinus B. Ook prominent lid is van de ABOP. En hij is voorzitter van de Nationale Assemblee. Zijn twee zeer belangrijke functies. Vooral die van Marinus B. is belangrijker dan die van meneer Brunswijk. Grondwettelijk gezien, in verhouding. Wat als er, bij wijze van spreken, op 5 augustus een oordeel wordt geveld door het Hof dat hun minder goed gezind is en die hamer van het parlement, die ligt bij Marinus B. Want hij gaat ervoor moeten zorgen, aan de hand, eventueel, ik zeg het hoeft niet te gebeuren, gaat moeten zorgen dat er nieuwe regelingen komen. En hij is daar die voorzitter van. Ja. Ja, dus kijk, we hebben een uitspraak van het Constitutioneel Hof gehad in kwestie de amnestiewet. En we hebben gezien dat met heel grote spoed het parlement dat besluit heeft, dat oordeel heeft overgenomen en gezorgd heeft dat het in wetgeving is omgezet, dat de wetgeving is aangepast op basis van dat oordeel. Je zou moeten verwachten dat ook nu, wanneer het Constitutioneel Hof een dergelijk diepgaand oordeel velt, want kijk, het is niet zomaar als een constitutioneel hof zou oordelen dat daadwerkelijk de kiesregeling haak staat op de grondwet, dan zou elk fatsoenlijk parlement daar gelijk consequenties aan moeten verbinden voor de wetgeving. En wij zijn dus benieuwd om te zien, wat je schetst, Marie, is precies het feit dat de ABOP heeft daar de hoofdpersoon, de voorzitter, en die bepaalde agenda. Dus wij zijn benieuwd als de voorzitter van het parlement in deze zal tonen dat hij daadwerkelijk voorzitter is van het parlement en het groter belang stelt boven het eng partijpolitiek belang en het op agenda zet in het parlement. Ja. We kennen de mensen in ons land zijn heel onbekend met het Constitutioneel Hof, want het is iets dat niet zo lang geleden bestaat. Maar voor het gemak, het
we zouden kunnen vergelijken als de Supreme Court van de USA. Wat betekent het als het Hof een uitspraak heeft gedaan, in welke richting dan ook, dat er nadien geen beroep meer is, hè? Nee, als het Hof een uitspraak heeft gedaan, dan is dat het. Echter, als het parlement dat een dergelijk verregaand oordeel na zich neerlegt, staan er natuurlijk voor burgers nog steeds avenues open wat dat betreft. Want kijk, de toetsing is aan de grondwet. Ik meen dat er ook internationale verdragen genoemd zijn in het verzoekschrift. En ook verwezen is naar adviezen en standpunten vanuit de OAS. Dus wanneer ons eigen parlement tekortschiet in het behartigen van het belang van die totale samenleving door dit terzijde te schuiven, dan zouden de mijns inziens nog steeds avenues openstaan om dit internationaal te berden te brengen en op die manier de pressie te verhogen om nationaal hier wel gevolg aan te geven. Ja, maar als we de internationale weg opgaan, dat betekent dat we weer een poos bezig zijn. We zijn weer een poos bezig ermee gaan zijn voor eventueel de internationale wereld naar ons gaat kijken. Maar terugkomend op ons eigen land. Ja, maar democratie kent geen borrelpas, die spariet. Ja, uiteraard. Maar het zijn lange wegen. Maar 5 augustus is een zeer belangrijke datum. We hebben de afgelopen dagen protesten gezien. Vandaag hebben we weer een klein protest bij het ministerie van Financiën gezien. Intussen hebben we begrepen, of ik heb ook begrepen, dat de mensen van de Organic Movement hebben besloten dat vandaag hun laatste protestdag is. Dat heb ik voor alsnog begrepen. Ik weet niet of je dat ook al hebt gehoord. Maar jullie hebben niet geparticipeerd. Ik heb het nog niet zo gevallen. Jullie hebben niet geparticipeerd in Organic Movement. En jullie vonden het een klein beetje te wazig. Wat was te wazig? Ja. Nou, wie exact achter die actie stond en het moment waar het momentum dat gekozen was ook voor die actie. En de wijze waarop de agenda werd afgewikkeld. Dat was erg wazig. En ook de aanvang reeds ervan riep veel vragen op, omdat er gezegd werd geen politieke partijen en geen vakbonden, maar de trekkers zelf waren politici en vakbonden. En weet je, dus dan zeg je, dan klopt het niet, dan is er alvast iets heel scheefs daar. En op basis daarvan, en ook rekening houdende met de wijze, wat was het, waar moest het naartoe leiden? Wat wilde men ermee bewerkstelligen uiteindelijk? Dat was zeer onduidelijk. En wij hebben gezegd, wij kunnen daar niet aan. We kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor iets wat we niet weten waar het naartoe leidt. Want als politieke partij, wanneer wij aan iets meedoen, als mensen, we hebben veel gedemonstreerd tijdens Boutersen. We riepen onze mensen steeds op te gaan, maar we waren bereid die verantwoordelijkheid te dragen, omdat we de agenda kenden. We wisten precies wat er zou gebeuren en waar het naartoe zou leiden. En we hebben nooit bezwaar gehad om als politieke partij op de derde en vierde rij te zitten. Dat hebben we ook toen gedaan, toen de activisten de voorhoede namen en ons zeiden, maar we waren wel betrokken, we wisten wel wat er ging gebeuren. In het hele overleg waren we altijd betrokken van de planning, hoe het wordt uitgezet. We wisten precies wie achter wie stond. Dat was allemaal deze keer zeer onduidelijk. Het was bijna alsof het was... Het was van één groep voor een bepaalde groep met uitsluiting van anderen. Ja. En tegelijkertijd het momentum plaatsen in het decemberproces dat zou moeten worden, waar de hoger beroepsuitspraak aanvang moest komen. En de oorlogsverklaring vanuit de NDP-voorzitter. En al hetgeen daartussenin is gebeurd, heeft ons alleen maar gesterkt in dat het maar goed is geweest, dat het een heel wijs besluit vanuit onze partij is geweest. Om de weg te kiezen die wij als democraten kiezen. Namelijk de regering op te roepen ons aan te horen nogmaals. Okay. En de regering nogmaals erop te wijzen wat nodig is om dat vertrouwen terug te brengen. Want dat het vertrouwen verloren is gegaan, daar bestaat geen twijfel over. Oké, dat het vertrouwen verloren is gegaan, zeg jij, bestaat geen twijfel erover. We hebben vandaag ook gezien, by the way, dames en heren. Deze opnames zijn gemaakt op maandag 1 augustus. Hebben we de president ook gehoord in een persconferentie waarbij hij een aantal stappen heeft bekendgemaakt en steeds hamert hij op dialoog, dialoog, dialoog. Hij hamert nu op platformen, platformen, platformen. En uiteindelijk moet dat alles gaan leiden tot een nationaal dialoog. Hoe komt het dat het zover is gekomen, volgens jou, dat de president nu overgaat tot dialoog, platformen en zelfs nationaal dialoog? Want dit is nooit gebeurd. In geen enkele regering die ik ken vanaf het front, dat men gaandeweg een periode op de noodrem moest trappen. Want dit is een noodremtrap. Ja.
Ja, kijk, ik denk dat de president zich aan het begin al in zijn voet geschoten heeft, eigenlijk, om het zo te zeggen. Bij het aantreden van deze regering zijn we ook toen uitgenodigd om ideeën en opvattingen en plannen te delen. Wat we ook toen hebben gedaan. En nadat de regering eenmaal geformeerd werd, toen is de president begonnen met het benoemingsbeleid op een verkeerde standaard te plaatsen. Door familie en vrienden te benoemen. Iets wat hij had gezegd dat hij zou bestrijden. En hij heeft vele argumenten en excuses aan ons voorgehouden, maar ze waren allemaal geprikt door alles heen. Het hield geen stand. En dat is niet alles. Er zijn ook nog een aantal schandalen geweest. Denk maar aan HPSG, NV Surfin, een recente kwestie met de Italiaanse geldschieter. En nog meer van dat soort zaken, zoals die grondkwestie. En er zijn geen consequenties. Ministers gaan continu de fout in, houden zich niet aan wet en regelgeving en zeggen dan dat ze zijn geen supermens en ze hebben weinig ervaring in het overheidsgebeuren, daarom is het gebeurd, dan moet je geen minister worden. Kijk, wanneer je minister wordt, heb je een politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid en als je die niet volledig kan invullen, zijn de consequenties, hoe lief en hoe aardig je ook mag zijn, maar het land, er moeten consequenties zijn. Die moreel-ethische waarde in het politiek-bestuurlijke heeft de president compleet opzij gezet. Daarnaast heeft hij ook genegeerd dat die samenleving weliswaar multicultureel is en multi-etnisch en dat iedereen zegt, ja, you know me brada, you know me sisa, maar dat er nog steeds een onderstroom is van onzekerheid naar elkaar toe qua etniciteit, om het zo uit te drukken. Dat men altijd bang is dat etniciteit een rol zou kunnen spelen. En het benoemingsbeleid van hem heeft ook daar geen rekening mee gehouden. En toen er al vroeg signalen naar hem gingen, zeggen let op, mensen nemen hier aanstoot aan. En de non-democraten natuurlijk, voor hun is het een voedingsbodem. Toen heeft hij ons uitgemaakt, zeg, wie zich daaraan stoort, die zijn de racisten. Dus de president heeft elke keer verkeerd geluisterd en verkeerd gehandeld en kritiek beschouwd als een aanval, in plaats van een mogelijkheid om zich te verbeteren. En ik moet eerlijk zeggen, Farid, ik heb vandaag naar de persconferentie geluisterd. En ik moet je eerlijk zeggen, de president heeft wel een aantal dingen aangekondigd, de dialoog en alle platformen, maar het lijkt alsof hij weer een heel lang proces wil inzetten om te komen tot wat dat volk nu wil zien. En niet alleen dat. Zijn toon van spreken, ik heb het al een paar keer aangegeven. De president moet afstappen van die toon alsof hij tot kinderen praat. Hij wordt boos, zichtbaar boos wanneer mensen hem dingen vragen. Hij moet dat niet laten gebeuren. De president is vader des vaderlands. Hij moet op een rustige toon praten. Hij moet soms op een zalvende toon praten. Maar dat kan hij niet. En ik weet niet, de mensen om hem heen, die doen hem geen goed, naar mijn gevoel, omdat ze hem daar niet op wijzen en hem niet helpen om op dat punt te komen. Ja, oké, maar nu heeft hij, voor jou gaat dat ook waarschijnlijk een lange weg worden, maar zijn jullie ook uitgenodigd geworden destijds, recentelijk, om jullie aan te horen? Want bekend is dat ze een heleboel groepen, allerlei groepen hebben. In feite hebben ze het hele land uitgenodigd die de organisatie heeft. Zijn jullie ook geroepen geworden? Ja, wij hadden initiatief genomen. Net wat ik zeg, wij hebben gezegd we gaan geen risico nemen om massa's op straat te brengen met alle risico's van dien, want we weten wie erop loert dat er zaken ontaarden en ontsporen. Wij willen een harmonisch, rustig land en die wijziging kan in harmonie en rust, als er maar goed geluisterd wordt. Dus we hebben de president geschreven en we zijn uitgenodigd voor een gesprek. Maar jammer genoeg ook niet met de president zelf. En dat moet ik wel aantekenen, Farid. Nog steeds, we zijn wel gegaan natuurlijk. We zijn ingegaan op het gesprek. We hebben met de presidentiële delegatie onder leiding van minister Ramdin gesproken. Maar we hebben het ook gezegd dat we het jammer vinden dat de president niet zelf tot ons praat. Omdat wellicht onder die ministers die hij ons toestuurt, personen zitten die medeschuldig zijn aan datgene wat heeft geresulteerd in het verlies van vertrouwen van deze president. En dan moeten we aan hun gaan vertellen wat wij vinden dat verkeerd is gedaan en dat anders moet. Terwijl zij zelf schuldig en debet zijn daaraan. Bovendien, de meeste mensen, en dat moet ik echt zeggen, Farid, zodra we mensen zeggen we zijn niet door de president ontvangen, zijn er mensen die zeggen, daar zou ik niet zijn gegaan, want dan achten jullie niet waardig genoeg om met jullie te praten. En dat is vervelend wanneer mensen in de gemeenschap het gevoel krijgen dat de president zich verheven voelt, nog steeds te verheven voelt, om zelf met ons aan tafel te zitten. En het gaat niet om ons alleen,
met alle andere groepen die ontvangen zijn door de delegatie. Hij zit niet zelf met de mensen aan tafel. Ik denk dat dat is dat stukje wat de president mist. Hij heeft die empathie niet meer. Dat emotioneel quotient is erg, erg laag. En daar heeft hij adviezen nodig. Hij heeft mensen nodig die hem daar overheen krijgen. Want als hij dat niet doet, ben ik echt bang voor dat hij compleet, hij hoeft niet geliefd te zijn. Dat elke president wil wel dat zijn volk respect voor hem heeft. En hem een plekje in hun hart geeft. Al hou je niet van hem, maar hij heeft een plekje in je hart. Want hij heeft zich ingezet voor het land. Okay. En dat gaat verspeeld, president Santokki, op dit moment. Ja, tot slot, mevrouw Del Castillo van DA91. Mocht de president wederom een oproep aan jullie doen om te participeren in een van zijn platformen, zouden jullie daar aan willen meedoen? Ja, kijk Farid, het is als democratische partij... kan je nooit nee zeggen tegen een dialoog. Wanneer men je uitnodigt en zegt laten we praten, ga je. Echter, wanneer je merkt dat je elke keer gaat en praat en er gebeurt eigenlijk niets mee, men bedenkt, er wordt een nieuw idee bedacht, een nieuw proces ingezet om het nog langer te laten duren en om te zorgen dat je het nog 20 keer gaat moeten herhalen. En tegen die tijd sta je al bij de stembus en het is toch niet veranderd. Dan gaat er wel een stukje van je enthousiasme weg. En ook een stukje van de geloofwaardigheid van onszelf naar mensen. Wanneer ze zeggen, we gaan weer praten. Ze gaan dan zeggen, waarvoor? Niets gaat veranderen. Nou, laat zitten. Toch? Dus ik denk dat het wel nodig is, wil de president dat die dialoog van die hij wil inzetten, met enthousiasme en seriositeit wordt benaderd door ons en andere partijen, dan is het echt nodig dat de president nu uitvoering geeft aan een aantal zaken die tijdens deze gesprekken naar voren zijn gebracht. Direct uitvoering geeft. Dat de mensen merken, we hebben dingen naar voren gebracht en fase 1 is al in uitvoering en dan gaan we weer in dialoog over fase 2. Oké. Okay. Mevrouw Angelique Del Castillo, voorzitter van DA 91, mag ik u dankzeggen voor uw participatie in deze uitzending. Angelique Del Castillo is de mening toegedaan dat de geloofwaardigheid van de president zwaar is beschadigd, welke hem vandaag heeft veroorzaakt tot dialoog over te gaan. Angelique Del Castillo is voorzitter van DA91. En dat, dames en heren, was het voor deze aflevering van Achterklap. Voor een nieuwe aflevering, gaarne tot morgen.